Op liefdesgebied gonst het van positief nieuws uit Urk deze week. Na de onthulling van Geertje over haar nieuwe vriend, deelt nu ook Teun Feun zijn verheugende gevoelens over een speciale man. In een recente video van het YouTube-kanaal Urk zijn Greetje en Teun samen in de auto te zien, waar ze een openhartig gesprek voeren over Teuns nieuwe liefde. Teun straalt van geluk wanneer hij vertelt dat hij helemaal verliefd is op deze bijzondere man. Gretje daarentegen lijkt terughoudend en vreest voor mogelijke teleurstellingen. Ik ga toch niet weer teleurgesteld worden. De vorige heeft mij een half jaar gekost. Wat een gedoe, uitze haar bezorgdheid. Ondanks Greetje's reserves houdt Teun vol dat hij het gevoel heeft dat dit de ware is. Vanaf het begin al gek hè, voegt hij eraan toe. Dit liefdesavontuur krijgt nog een vervolg in de aankomende aflevering van Urk die gepland staat voor dinsdag. Greetje deelde eerder deze week haar liefdesnieuws in privé, waar ze onthulde dat ze een relatie heeft met een verzekeringsman. De vonk sloeg over toen hij langskwam als schade-expert voor haar beschadigde huis. In eerste instantie wilde ze hun relatie stilhouden om elkaar rustig te leren kennen. Maar zoals dat gaat in een klein dorp, verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje. Het liefdesleven van Greetje is in beweging sinds haar scheiding van Jan in 2023 na een huwelijk van 13 jaar. Op Instagram deelde ze destijds, soms loopt het leven anders dan verwacht. Na 19 jaar scheiden onze wegen. Wij hopen op respect voor beide, zoals wij dat ook naar elkaar houden. De liefdesverhalen op Urk blijven de gemoederen bezighouden en voegen een extra dosis spanning toe aan het lokale nieuws.